ben, ja, ziet de kap van de NX3 staat open, ben de remblokjes, remvoeringen noemt hij het systeem, ben ik aan het vervangen hier. Ik ga geen video maken hoe dat je, wacht, die lamp. Wat? Ik ga geen video maken hier hoe dat je remblokjes vervangt op een NX3. Daar zijn genoeg video's van online, maar ik ga wel even over de NX3 praten misschien. We hebben die van 2011 of zoiets. Lang, al lang. En heeft 290.000 kilometer gereden al. En we hebben lange tijd en we hebben op onderhoud gedaan bij een erkende BMW-dealer. Totdat die plots allemaal extreme kosten aan te rekenen. Een van die kosten was al die remschijven rondom vervangen. Nu, dat zal wel nodig geweest zijn aan die kilometerstand. Dan een andere kost was die dempers. Alle dempers rondom gaan vervangen, hebben we ook uitgevoerd, want dat zou waarschijnlijk wel nodig geweest zijn. Maar het was op den duur het een achter het ander. En dan hadden we ook plots dat er een kabel, ik denk dat ik daar nog een video van gemaakt heb, dat er een kabel stuk was onderaan, waardoor dat alle waarschuwingen op het dashboard oplichten. En dat hebben ze dan ook, dat was een vrij duur ook. Die kabel op zich was duur, plus dat dat vervangen blijkbaar ook veel werkuren was. En toen had ik gezegd, nee, het is genoeg. Maar we kregen hem dan terug en dat was juist ook het moment dat die dempers vervangen waren. En als we rondreden, hoorden ze wel een keer een bonk als over een oneffenheid gingen. Ja, moesten we wel terug gaan, want ja, er was duidelijk iets mis. Dan zei hij, ja, oké, we moeten een of ander iets van die draagarmen hier, ik weet niet welke dan het zijn, maar iets van die armen hier moesten vervangen worden. Plotseling moest ook de turbo vervangen worden, de distributieketting moest ook vervangen worden. Allee, weer allemaal kosten. Maar dan hebben we gezegd, nee, het is genoeg, we gaan dat niet doen. We gaan eerst bij een onafhankelijke garagist gaan vragen wat er eigenlijk van aan is. En die het eerst dat bonken bekeken. En dat bleek dat toen ze de dempers vervangen hebben, dat ze niet goed hadden vastgezet. En dat vandaar dat geluid kwam. En dat die armen, dingen, dat eigenlijk totaal, dat er daar niks mis mee was, dat dat niet vervangen moest worden. De turbo was ook niks mis mee. De ketting, ja, op die kilometerstand wordt het inderdaad, moet je ofwel recenter op onderhoud gaan, preventief onderhoud, of moet je wel de ketting laten vervangen. Maar die distributieketting vervangen is sowieso een dure grap, dus we hebben er gewoon voor gekozen om, omdat het blok eruit moet dan. Dus we hebben gewoon gekozen om er iets meer op onderhoud te gaan bij die onafhankelijke garagist. Maar waarom ben ik dan nu mijn remmen zelf aan het vervangen? Zou je kunnen afvragen? Wel, eigenlijk wat hebben we gevraagd om dat nu te doen. Omdat we de waarschuwing kregen dat ze op zijn. Die dingen hebben zo sensors. Hier loopt hier. Nee, hier loopt een kabeltje, een sensor die die plakjes als die mee afslijt met die plaatjes. En als dat te ver versleten is, dan krijg je een waarschuwing ook dat de remmen moeten vervangen worden. Maar zijn brug was bezet. Dus hij kon dat op dat moment niet uitvoeren. Ik heb vroeger nog in een magazijn van bij Ivagen voor de mensen van Gent, zo'n wat kindophaaldienst van de vuilophaaldienst van Gent en omstreken. Daar heb ik nog in het magazijn van de garage gewerkt eigenlijk. En ik wist dat als je daar 's morgens een onderdeel bestelt, dan heb je dus 's middags wordt dat al geleverd. Dus had ik gezegd, oké, het is goed, bestel mij gewoon die stukken. Ik zal ze wel plaatsen. En het makkelijke was ook, want hij heeft uiteindelijk alles besteld. Hier, dat zijn van die stukken. Dat zijn de achterste plakjes, geloof ik. De voorste zijn die grote, die er nu al op zitten. Maar die mensen wisten dus ook te vertellen dat ik die sensor dus ook moest vervangen. Je zit van voren sensor en van achteren sensor, dus ik moet twee sensors vervangen. Hij wist me ook te zeggen dat ik moest kijken naar de lengte van de sensor dat ik eruit nam, om te weten wat ik nou waar moest en zo. Mijn vriendin heeft gewoon, het is nu wel juist aan het sneeuwen natuurlijk, mijn vriendin heeft gewoon een tijdje met de kabinet gereden ook. Die kabinet in de sneeuw, dat is echt niet, dat heeft twee wielen die tractie hebben. En daar zit dan 2 ton achter. Dus nee, dat verliest. Maar ik ga een keer wat betere banden op die kabinet leggen, dat wat meer tractie hebt. En nee, een 4x4 sprinter, dat zit niet binnen mijn budget. Anders zou er daar nu geen Fiat gestaan hebben. Maar ja, kijk, ik ga zelf geen tip. Ja, ik heb wel één fout gemaakt. Ik was iets aan het zoeken waarmee ik die een piston eigenlijk terug erin kon duwen om plaats te hebben voor die nieuwe bredere blokjes. En ik heb dat uiteindelijk met, eigenlijk heel simpel met dat kunnen doen. Maar ik was zodanig content dat het goed ging, dat ik niet aan het opletten was. En ondertussen was hem hier, dat reservoir hier, was ondertussen aan het overlopen. Dus ik ga ze bieden. En dat zit juist op zo'n onmogelijke plaats natuurlijk.
Dus dat zit daar nu achter, denk ik. Geen idee wat daar naartoe gaat. Oh ja, en dan die sensor, dat was wat een merde. Maar die gaat eigenlijk, er loopt hier een kabeltje en dat gaat achter dat hier. En dus je moet dat er deels afhalen en daarachter zit dan een bakje met de connector. Wat ik hier ook heb, dus ik heb van vuilheid heb ik heel veel, hoe noemt dat, van die remstof eigenlijk, hè. Maar ik heb ook stront en zo en op het veld. Dat zit hier allemaal tussen, je wil het niet zien. Zij content dat het licht uit is. Maar goed, is voor, kijk hoeveel deze die eraf gegaan zijn. Ja, dat is een die eraf gegaan is. Op zich hangt er nog wel materiaal aan, hè. Op zich is het niet moeilijk, zeg maar, het is echt veel. Ik doe dat normaal gezien dat niet zelfs. Normaal laat ik dat doen. En ja, het was wel niet goedkoop trouwens, een stuk. Het zijn nu wel Brembo, ja, remblokjes. Dat was €260 voor de blokjes voor en achter. Ik moet dat nog allemaal zelf doen. Nu, ik wil niet weten wat ik zou betalen bij BM. Allee, ik weet het wel, ik kan het op de factuur gaan nakijken wat ik betaald heb in het verleden. Ik ga voort, maar ik moet dat aan de andere kant doen.